allemaal, welkom terug. Vandaag 15 dingen over mij. Ik heet Dunja met mijn voornaam, maar wereld is niet mijn familienaam. Dunja is een Arabische naam die wereld betekent. De naam Dunja Wereld heb ik gekozen omdat mijn naam is ook wereld en het gaat ook over mijn wereldje. Ik ben geboren op 23 januari in 2007. Ik heb een grote broer Ilias en een kleine broer Amin. Ik ben half Belgisch en half Marokkaans. Ik ben moslim, maar de helft van mijn familie is Belgisch, dus we gaan ook naar katholieke feestjes. Ik heb een eigen pony en die heet Fleurtje. Ik heb één huisdier, dat is onze poes Sjoeke. Ik ben geboren en ik woon nog steeds in de Vlaamse Kempen. Dat is in België. Ik ben begonnen met filmpjes omdat ik super verlegen was in de klas en ook bij grote mensen. Mijn lievelingseten is pasta met zalm. Ik lust geen aardappel. Mijn lievelingskleur is roze. Als dat jullie nog niet opgevallen is. Ik ga heel graag naar school. Ik ben de grootste van de klas. Ik heb heel lange benen. Ik ben bang voor de IT. Later wil ik beroemd worden of juf. Ik maakte mijn eerste filmpje toen ik 6 jaar was. In het echte leven ben ik super verlegen. Ik ben grote fan van Ariana Grande. Ik ben fan van familie. Sorry thuiskijkers. Het beste programma vind ik Simon Kip met Ariana Grande. Ik word verdrietig van haar reacties. Ik zit in het derde leerjaar van de basisschool in België. Ik had een tweelingzusje of broertje toen ik nog maar 15 weken in mama's buik zat. En is gestorven dus. Ik film met een Canon G7X. Ik werk mijn filmpjes niet zelf. Ofwel doet mijn mama het, ofwel doet mijn broer het. Mijn broer edit mijn video's met Sony Vegas Pro. Mijn mama met iMovie of Movie Maker. Ik haal heel veel inspiratie op de website Pinterest. Mijn grootste voorbeeld is Joy van Beautiness. Ik kijk het liefst op YouTube DIY's, vlogs en roomtours. Mijn mama of broer filmen mijn video's. Ik rijd paard sinds mijn 6 jaar op de manege. Ik rijd sinds vorig jaar met Fleurtje. Fleurtje was eigenlijk bedoeld voor mijn broer Ilias, maar toen Ilias is gestopt met paardrijden, heb ik ze overgekregen. Ik rij vooral dressuur, maar op de rijlessen neem ik soms wel een sprong. Ik rij wedstrijden op Fleur bij de beginnelingen de Nieme. Ik krijg 2 keer per week rijles in de manege en soms rij ik ook gewoon thuis. Fleur staat gewoon bij ons thuis, dus niet op een manege. Fleur is een grote theepony. Mijn mama opa en kleine broer Amin die rijden ook aan mijn paard. Voor ik ging pony rijden, deed ik capoeira als sport. Ik zou heel graag turnen of dansen willen doen, maar ik heb een eigen pony, dus ik mag geen extra sport doen. Ik wil altijd alles perfect doen en heel goed kunnen. Ik ben heel onzeker. Ik ga 25 augustus naar de Belgium Youth Day. Komen jullie ook naar mijn meet and greet? Meer info hierover volgt nog. Voor nu, doei!